De bossen in Californië zijn kurkdroog. Er is maar een kwart van de regen gevallen die ze horen te krijgen. En dan is er rook. Gaat het weer mis? Gelukkig, de brandweer is er. Maar als je denkt, die komen blussen, dan zit je ernaast. De brandweer steekt hier het bos in brand. Het voelt ergens onlogisch aan, maar volgens de brandweer is dit nodig om ervoor te zorgen dat het deze zomer niet volledig uit de hand loopt. Preventief de fik erin. De term is een voorgeschreven brand. Daarmee verwijder je kleine struiken en gevallen dennennaalden. Why are firefighters starting a fire? All of the vegetation on the ground is considered fuel, and so we're removing that. So should a larger fire occur unplanned when it gets to this spot, we have an opportunity to safely put firefighters in the area to fight that fire. De vlammen schieten al snel de hoogte in en dat betekent risico. Ze mogen niet overspringen naar de boomtoppen, want voor je het weet is er een echte bosbrand gaande. De commandant zegt dat het allemaal heel erg voorzichtig moet. We're doing this in a really controlled environment when everything's in our favor. And we go slow so we can stop at any time when things start to not be in our favor. Steeds wordt gekeken of de wind van koers verandert, dat er geen smeulende as landt buiten het afgesproken gebied. Aan de toenemende droogte in de VS kunnen brandweerlieden niets doen, wel aan de begroeiing. The bear clover is tall enough that when it goes toward the cedar tree and gets into the branches, it takes the fire into the canopy. En daarom moet die ondergroei weg. Californië wil de komende jaren een gebied zo groot als Flevoland afbranden tot alleen de hoge bomen over zijn. En hoewel het een beetje eng is, is het nodig. We're fighting fire with prescribed fire ahead of a catastrophic fire. We're doing that fuel reduction work ahead of time. Na afloop wordt de ondergrond aangeharkt en hoopt iedereen dat het brandseizoen een beetje in toom kan worden gehouden. Erik Mouten, RTL Nieuws, Californië.